Onze school is onze lieve representatie van Bornhem. Tijdens het ideeuurtje worden leerlingen geconfronteerd met remediering. Dat betekent concreet dat een vakleerkracht extra oefeningen kan opgeven aan leerlingen om de leerstof die hij of zij nog niet goed begrepen heeft, nog een beetje extra in te oefenen, met of zonder uitleg van de leerkracht. De leerkracht op dat moment is een coach, dus zal die leerlingen begeleiden. Remediëren enerzijds om leerlingen te helpen waar nodig is. En wij doen dat binnen 4 verschillende vakken. Binnen de vakken Latijn, Nederlands, Frans en Wiskunde. Als een leerling geen remediëring, geen extra hulp nodig heeft, het gaat vlotjes, de leerling heeft de leerstof goed begrepen, dan kan die leerling een vak kiezen naar keuze waar hij of zij zal verdiepen en verbreden. Dat betekent extra uitdagende oefeningen voorgeschoteld zal krijgen waar hij of zij zelfstandig of in samenwerking met andere leerlingen aan kan werken. En ook daar zal die leerkracht aanwezig zijn om de leerlingen te coachen. Maar dat is ook het leuke van dat extra uurtje, dat daar ook die keuze, afhankelijk van het is interesse of het is nog niet goed kunnen en ik wil er beter in worden, maar dat ze dat zelf voor een groot stuk kunnen bepalen.